Wij zijn op zoek naar informatie over bijzondere en oude verenigingen in Woerden. Wat leuk. Ik denk dat ik wel wat weet. Ik ga even achter kijken voor u. Eén moment alstublieft. Gaat u lekker zitten. Dit wat hebben we daar allemaal? Is een kopie van het Woerdense Almanak uit 1865. Zo. Een leuk boekje. Het is een soort gemeentegids van vroeger. Ja. Waar allerhande basale feiten in staan van de gemeente op dat moment. Maar er is ook een overzicht van diverse verenigingen die toen actief waren. Dus die is wel aardig om te bekijken. En dan zijn er twee lokale verenigingen in Zegveld en Harmelen. Allebei kerkelijk, één hervormd, de ander katholiek. Die ook wel een goed beeld geven van wat er mooi speelde. Mooi tijdsbeeld van wat er speelde in het verenigingsleven. Dus, dit zijn hun eigen uitgaven. Dus ik zou zeggen, Okay. Kijk daar ook even in. Daar ga ik eens even kijken. Dankjewel. Ja. En wat is dat nu? Vereniging Metalen Kruis, afdeling Woerden en omstreken. Dat lijkt me leuk om daar eens wat meer informatie over te krijgen. Ik zie hier iets over de vereniging Het Metalen Kruis. Ja. Daar zou ik best eens wat meer informatie over willen hebben. Ik heb nog nooit van zoiets gehoord. Nee, het bestaat ook niet meer. Dat is op zich niet gek. Het Metalen Kruis was een medaille die uitgereikt is aan strijders die gevochten hebben in de Tiendaagse Veldtocht. Ja. Dat was een militaire campagne aan het einde van de Belgische opstand in 1831. De vereniging is ophouden te bestaan toen de veteranen niet meer leefden. Dus dat is eind 19e eeuw. Maar op zich wel interessant en het aardige is, van de afdeling hier in Woerden hebben wij het archief. Oh, daar zou ik best eens in willen kijken. Ja? Ja. Wat voor uw naam? Zo, wat gevonden? Ja, dit is het archief. Het hele archief. Het hele archief. Het is niet heel veel, maar toch wel heel aardig om een keer door te nemen. Ja, je vertelde dat het ontstaan was toen, rondom de veldtocht tegen de Belgen. Ja. Wat kun je daar meer over vertellen? Om niet te langdradig te zijn, maar toch wel een beetje context. Begin 19e eeuw was Nederland deel van het Franse Rijk, net als grote delen van Europa. En nadat Napoleon verslagen werd, leek het de grootmachten op dat moment die gewonnen hadden, Groot-Brittannië enzovoort, wel een goed idee om een goede bufferstaat te hebben tegen Frankrijk, mocht dat weer groot worden. En daarom werden de oude republiek, het oude Nederland om het zo te zeggen, en wat we nu België noemen, samengevoegd onder koning Willem I. Dat ging even goed, zo'n 15 jaar. Alleen er waren toch wel spanningen wat religie betreft. Dus een overwegend katholiek zuiden, overwegend protestant noorden. De taal speelde een rol, dus Frans, Nederlands. En ook de regeerstijl van Willem I was wat autoritair volgens de Belgen. Nou ja, op een gegeven moment al die spanningen, dat loopt op. En in 1830, in augustus 1830, komt het tot de opstand, de Belgische opstand zoals dat heet. Ja. Nederland grijpt militair in wat in feite een burgeroorlog is op dat moment. En in 1831 wordt de Tiendaagse Veldtocht op poot gezet om nog even een grootscheepse campagne te doen. Op zich redelijk succesvol, alleen de Fransen dreigen zich ermee te gaan bemoeien. En dan is Nederland eigenlijk gedwongen om België op te geven, als het ware. Het duurt nog wel even voordat de koning en Nederland dat echt willen erkennen. Maar voor ook de leden van de Metalen Kruisvereniging is het dan eigenlijk wel voorbij. Je ziet dan dat na die oorlog, of die laatste campagne in 1831, dat overal in Nederland er afdelingen ontstaan voor mensen die daaraan hebben meegevochten. Vooral, of eigenlijk die mensen die het Metalen Kruis dragen, wat zo'n beetje iedereen was die heeft meegevochten aan de Tiendaagse Veldtocht. Ja. Waren dat alleen soldaten of hebben daar ook nog anderen aan meegedaan? Nee, dat gaat om veteranen. Dus echt mensen die gevochten hebben. Het verhaal gaat dat het Metalen Kruis zelf, de herinneringsmedaille die ze kregen, vandaar ook de naam, dat die gemaakt is van het brons van buitgemaakte kanonnen bij Hasselt in België. Dat was eigenlijk de basis van die afdeling. Van, nou, je moet een kruisdrager zijn als het ware en dan mag je meedoen. Maar het echte werk, om het even flauw te zeggen, zijn de notulen.
Ook weer best wel formeel geschreven en dergelijke. Maar geven een goed inkijkje in nou ja, wat ze zoal deden. En wat opvalt, het is overwegend een club voor herinnering en gezelligheid. Hè. Het zijn toch mannen die iets unieks hebben meegemaakt. Ja. En daar waarschijnlijk, dat wordt niet zo nadrukkelijk gezegd, maar waarschijnlijk gewoon onderling over praten. Hè, over de veldslagen of andere zaken. Maar soms is het gewoon ook lekker gezellig zijn. Dus er zijn uitjes die niet per se iets te maken hebben met... Met de veldtocht of met de vereniging? Nee, puur voor de gezelligheid. Ja, precies. Dus soms laat men zelfs verstek gaan bij officiële gelegenheden. In de zin van, als er een landelijke reunie is, van nou ja, dat geloven we wel. Maar we willen wel volgende week naar Gouda. Dus het was niet alleen in Woerden vereniging, maar het was ook landelijk ja, een vereniging? Ja, dus er zijn overal in Nederland lokale afdelingen. Maar er is ook een hoofdbestuur. En er okay. wordt af en toe landelijk ook wat, volgens mij vrijwel jaarlijks, wordt er iets aan... Ja, iets georganiseerd. Aan herinnering gedaan. En ja, ja. Er lijkt ook wel een zeker netwerk te bestaan in die zin dat als er een gedenknaald is of een ander monument dat te maken heeft met de oorlog of met Nederland, dan wordt er aandacht aan geschonken. Dus het is die herinnering, die gezelligheid. Je ziet ook wel dat er een zekere sociale dimensie is. Op een gegeven moment sterven er leden, want hè, dit begint in 1864. Nou ja, als je in 1831 hebt gevochten, dan ben je op middelbare leeftijd zo niet bejaard. Dus leden sterven en er wordt dan geopperd, nou ja, misschien kunnen we wel wat geven voor de nabestaanden, voor de begrafenis en dergelijke. Dus er wordt geopperd om 15 gulden te geven. Wel opvallend is en eigenlijk wel grappig vind ik zelf, dat bij een volgende vergadering wordt gezegd, nou, die uitkering, doe maar voor leden die 3 jaar of langer lid zijn. Okay. En bij een nog veel verdere vergadering wordt gezegd, het kan eigenlijk niet uit. Er zit niet genoeg in de kas, dit kunnen we niet doen. Hoeveel leden hadden ze? Dat varieert. Op zich geeft het overzicht van inkomsten en uitgaven wel een mooi beeld daarvan. Dat is dit stuk. Ja. Dus het begint in 1864 met zo'n 40 leden. Zo. En die staan hier. Vrijwel alle ontvangsten, alle inkomsten van de vereniging zijn contributies. Die dan of voor een jaar worden betaald of over maanden of kwartalen. Ja, zie ik goed dat ze 3 gulden contributie per jaar betalen? Ja, ja. Dus nou ja, dat tikt wel aan en sommigen die geven dan een kwartje per maand. Per maand, ja. Dus die 15 gulden die was waarschijnlijk een redelijk bedrag verhoudingsgewijs. Nou, door de jaren heen wordt het natuurlijk steeds minder leden. Ja. Het is natuurlijk een vereniging voor een specifieke gebeurtenis. Ja. Dus de mensen die dat hebben meegemaakt, die overlijden op een gegeven moment. Hij is letterlijk uitgestorven, de vereniging. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En dit is het laatste jaar, 1882, waar iets voor gezegd wordt in financiële zin. De vereniging blijft bestaan tot en met 1888. Ja. Maar je ziet hier al dat het redelijk weinig is. Sterker nog, zelfs hier moet je twee van aftrekken, want hier staan wel mooi 9 regels, maar dus het gaat zijn er om nog saldo in kas en de president die betaalt een jaar vooruit. Okay. Dus eigenlijk zijn er maar 7 mensen. 7 mensen zijn er over in 1882 die nog lid zijn van die vereniging. Die nog lid dat zijn is wel een hele bijzondere, bijzondere vereniging. Ja, dus dan is het, zoals je zegt, op uitsterven. Het is, het is dan wel voorbij. Ja. Zijn er nog meer stukken bewaard gebleven waar je zegt van dat is bijzonder om te zien? Dan kunnen we de laatste 2 stukken er wel bij pakken. Dus het vaandel, dat was een duur ding, 200 gulden. Dat is inderdaad... En die heeft men laten verzekeren en de, nou ja, de polis die hebben wij nog. Dat dus is, die is verzekerd en wel bij de Overijsselse onderlinge brandwaarborgmaatschappij. En het laatste is het toch wel opmerkelijke einde van de vereniging. Dat zie je mooi in de zin van het einde van het notulenboek. Hier houdt het op. Daar stopt het, ja. Maar hier in de laatste vergadering lezen we de president, eigenlijk wel de drijvende kracht van de vereniging. Die is er vanaf het begin bij, dat is de oude directeur van de gasfabriek. Die zegt, jongens, ik ga verhuizen naar Velp.
ik denk dat het beter is dat ik stop en ik vraag aan de vice-president om het over te nemen. Wil hij dat niet doen, dan stel ik voor dat jullie de vereniging opheffen en conform de afspraak die we hebben met de gemeente. Dat van de 7 leden trekt er nog 1 weg? Gaat er 1 weg, inderdaad. Maar het aparte is dan, er staat er, de vice-president vraagt het woord en zegt tegen het ontslag van de president en de opheffing der vereniging te zijn. Daar den president niet tegenstaande zijn vertrek toch het presidentschap kan blijven behouden en mitsdien de vereniging kan blijven bestaan, de overige leden hiermee instemmende, wordt besloten dat de vereniging op denzelfde voet zal blijven bestaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Tot ziens president, dank voor alles. En dan houdt het op. Als je dit zo leest, dan denk je van, nou, prima. Dat, ze gaan nog door. Ze gaan nog door. Maar ja, dit wijst er wel op. Het notulenboek is daarna leeg. Ja, en wat we weten, want dat wordt ook gezegd, als de vereniging wordt opgegeven, gaat dit naar het archief. Daar is het uiteindelijk gekomen. En het vaandel, naar de gemeente, maar dat is dus nu het Stadsmuseum. Dus er is hier wat gebeurd, dat de vereniging is opgeheven. Maar wat precies? Wat precies is niet duidelijk, maar het laat zich wel raden dat misschien de president na de vergadering toch even heeft gezegd, jongens, allemaal goed en aardig, maar we gaan niet verder. We gaan niet verder. Oké. Okay. Dus een bijzondere vereniging. Te meer ook omdat in Nederland eigenlijk op het Nederlandse grondgebied niet echt meer veldslagen zijn geweest of oorlogen tot eigenlijk de Tweede Wereldoorlog. Dus behalve die mannen die nog gevochten hebben in de koloniën, waren er niet veel mensen die wisten wat oorlog was, om het zo te zeggen. Dus in die zin wel bijzonder. En ook bijzonder dat het nog bewaard is. Dat het bewaard gebleven is, ja zeker. Ja. Oké, okay. Dankjewel.